Afternoon, ladies and gentlemen, I would like to welcome our guests. It's an honor to have a major American artist in our midst. But we also welcome the people around him, like Opwy Enwistor. He contributed to the book with images procured from this Luca exhibition, and this will be published soon. And last but not least, we welcome all the friends of this artist and art in general. Why am I here? In fact, 25 years ago, I had the pleasure to open this museum as the Flemish Minister of Culture and starting up a contemporary art museum in Antwerp was a real adventure at that time. Flanders just started to develop its own cultural policy, and we didn't have much expertise, nor means, but anyhow, we did invest in a contemporary art museum in a multicultural city. And dear Kerry James Marshall, I'm sure we made a valid investment at that time, because you are here now. And therefore, I consider it an honor to open your exhibition at this museum. Dames en heren, vrienden van het MUCA, politiek draait volgens mij niet alleen om succes in het heden, maar ook om verantwoordelijkheid voor de toekomst. Zo moet de politiek graag verantwoordelijkheid opnemen om de welvaart op termijn te bestendigen, maar cultuur, en dat weten we allemaal, is van een enorme betekenis voor onze toekomst. Voor de vorming, voor de verrijking van onze samenleving in haar geheel. En ik heb in mijn beleid, in mijn politiek al die jaren al een boordje gehad voor cultuur, uiteraard. Cultuur in al haar aspecten, in al zijn vormen, gedaanten, binnenlands, buitenlands. En als minister van Cultuur was een van mijn centrale slagzinnen Vlaanderen leeft. Niet Vlaanderen op zichzelf teruggetrokken, maar een van de kerninzichten daarbij was dat Vlaanderen mag gaan leven als het internationaal is en denkt. Ik geloof dat een internationaal cultureel denkkader onmisbaar is voor een samenleving, onze identiteit, als het ware ook ons venster op de wereld. En ik denk dat Marshall daarvan een goed voorbeeld is. Hij komt van Chicago, een typisch Amerikaanse smeltkroes van culturen en van mensen. De stad van Barack Obama en van Oprah Winfrey. En zoals hen staat Marshall niet alleen voor een symbolische Afro-Amerikaanse aanwezigheid in zijn domein. Hij is een topreferentie toe hoe hij toont hoe een culturele positie in een cultureel diverse maatschappij expliciet kan worden gethematiseerd en ook worden scherp gesteld. Maar tegelijkertijd hoe diversiteit denkkaders kan verbreden. Als minister van Cultuur streef ik niet alleen naar een internationaal denkkader. Ik wil de hoge kunst en brede cultuur in een feestelijk durven denken bij elkaar brengen. En dat is wat ik eigenlijk hier zie. Op een extreem lucide, vrije manier, in Marshall's werk gaat alles samen. Maatschappelijk engagement, kritiek, beeldende vragen, verleden en toekomst, kortom, de mogelijkheid om maatschappelijk te bestaan. Dames en heren, het is verbluffend dat we deze expositie vandaag in Vlaanderen kunnen bewonderen. En het is nog sterker dat Vlaanderen een echte Europese tournee in feite op gang brengt. Ik heb me laten vertellen dat de grote retrospectieven in de Verenigde Staten pas over 2 jaar zullen volgen. Het is dus een eer dat wij hier en nu, in Europa, in Vlaanderen, in Antwerpen, in het MUCA, Kerry James Marshall durven